Niels van Muijen, Angeren voldoet vandaag aan de doelstelling en wint met dubbele cijfers van Eendracht. Klopt, we hadden één doelstelling sowieso, dubbele cijfers, want we moesten wat doelpunten inhalen op bijvoorbeeld GSV. Dus ja, dat hebben we netjes gedaan inderdaad. Als je dan ziet de aanloop naar de wedstrijd, dan is het zoeken naar dat eerste doelpunt, hè? Ja, je weet, je hebt zeg maar de druk van we moeten gaan scoren en iedereen wil graag scoren. Dus in het begin heb je het altijd een beetje moeilijk, moet je even de ruimte zoeken. En uiteindelijk, ja, dan scoor je en dan weet je ook, dan gaat die tweede komen, dan gaat die derde komen. En dan moet je inderdaad die motivatie hebben om te blijven scoren. Je zegt het goed, de motivatie hebben om te blijven scoren, dat hebben jullie vandaag gedaan. Maar ondanks dat zijn het toch niet altijd de leukste wedstrijdjes, hè? Voor mij persoonlijk sowieso niet, want ik hou ervan om gewoon echt de mooiste wedstrijden te hebben. Veel beleving, strijd, passie, tegenstanders die er ook vol voor gaan. Ja, met alle respect nu voor Eendracht. Top dat ze in ieder geval nog het seizoen afmaken, maar ja, het zijn niet de leukste wedstrijden, want kwalitatief komen ze dan gewoon tekort om er een leuke wedstrijd van te maken. Als u deze wedstrijd gewonnen had met 7 of 8-0, waren jullie dan teleurgesteld geweest? Ja, denk het wel, want we hadden als doelstelling sowieso de dubbele cijfers, dus onder de 10 waren we sowieso niet tevreden geweest. Dat is een mooi streven en inderdaad goed volbracht die taak. Als we dan kijken naar al die doelpunten, die 12 doelpunten die we gezien hebben, de mooiste, dat was toch echt de eerste? Dat zou ik wel zeggen. Ik weet niet of iedereen het met me eens is. Nou, wij zeggen dat ook. Ik vond de eerste vond ik sowieso wel een van de mooiste inderdaad. Ik was er wel heel content mee. Wij gaan volgend jaar met Club TV hier het mooiste doelpunt van het jaar beoordelen. Deze zouden voor een aanmerking kunnen komen. Ja, nou, ik zal het niet tegenstemmen, dus kom maar op. Maar lekker gevoel denk ik, hè? Als hij er op zo'n manier ook lekker invliegt. Zo, die eerste is belangrijk en dan op zo'n manier, dat geeft vertrouwen. Ja, klopt. Ik zat altijd twijfelen. Zou ik hard schieten of ja, gewoon geplaatst? Ik dacht, dit is het moment. Ik zag die keeper iets staan. Ik denk, ik voelde me goed. Mijn lichaam voelde goed. Dus ik dacht, dit wordt hem. En zo ook de rest van de wedstrijd. Hè? Want ik denk dat nu de beleving in het team met zo'n overwinning als dit... ja, weer voldoende motivatie geeft, ook voor volgende week thuis. Ja, klopt. Maar het is gewoon, het gevoel heerst gewoon dat wij iedereen kunnen hebben. Ik vind zelf dat wij kwalitatief een supergoed team hebben. Dat er nog veel meer in zit. Daarom ben ik af en toe ook wel... ja, misschien een beetje negatief richting de jongere gasten. Maar omdat ik juist wil dat er nog veel meer uit hun gehaald wordt. Ik denk dat wij in potentie gewoon een hele goede ploeg zijn. En dat we gewoon de lat gewoon hoger moeten leggen. En vol voor die nacompetitie moeten gaan. En Angeren staat nu wel met een wedstrijd meer gespeeld. Maar in ieder geval op die derde plaats. En dat is volgens jou de plaats waar Angeren moet blijven? Daar moeten we zeker blijven. En als het kan uiteindelijk. Hè, ja, het wordt lastig om nog omhoog te gaan omdat Jong Kracht... en DVV te ver staan. Maar daar horen we op dit moment zeker thuis. En ik hoop dat we zelfs misschien een stapje omhoog kunnen maken uiteindelijk.